Hallo lieve mensen, welkom bij deze Yin Yoga les waarbij je lekker mag gaan ontspannen in je lichaam, mag voelen en bewust mag zijn bij wat er voor jou speelt vandaag. En om te beginnen mag je lekker komen zitten of komen liggen in een manier die voor jou comfortabel voelt. Misschien dat je daar wat spulletjes voor gebruikt. We hebben vandaag in de les kunnen we eventueel een kussen gebruiken, bolster, yoga blokken, oogkussentje, dekentje of gewoon een kussen die je prettig vindt of eventueel een boek in plaats van een yogablok. Dus gebruik wat je nodig hebt om lekker te komen zitten. Vind jezelf op je mat. En als je komt liggen, kom je lekker helemaal met je hele lichaam op de mat liggen. Of misschien de voeten wijd op de mat en de knieën die naar elkaar toevallen om de onderrug wat te beschermen, wat rust te geven. En dan mag je beginnen met aankomen in je lichaam, in dit moment. In je adem. Misschien een diepe ademing in door de neus. Openen we de mond. Verzachting in de kaken. En uit door de mond. Misschien herhaal je dat nog een keer voor jezelf. In door de neus. Ontspan je kaken. Open de mond. En een zucht uit. Misschien voel je dat je daarmee al iets meer landt in je lichaam. Wat verzachting voelt in het hoofd, de spiertjes in het gezicht, voorhoofd, de schouders die lekker mogen ontspannen. Helemaal tot aan je zitpotten op de mat. En alles wat je daartussenin vindt, in je lichaam, de armen, borstgebied en de buik, zacht en ontspannen richting de mat. En als je ligt op de mat, voel maar hoe je bij elke uitademing je hele lichaam voelt landen op je mat. En zo mag je even door blijven ademen. Dit moment van zelfzorg voor jezelf, wat je voor jezelf gekozen hebt om hier te zijn. Moment om in te checken hoe het nu met je gaat, zo aan het begin van deze practice. Hoe voel je je nu in je lichaam? Wat kun je waarnemen aan spanning of ontspanning? Aan gedachten. Neem maar even een moment om in te checken hoe het nu met je gaat. Misschien helpt het om een hand op de hart te leggen, een hand op je buik. Of beide handen op de buik als je ligt. Bewust van wat er nu aanwezig is. En vanuit die bewustwording ga je nog een diepe in- en uitademing nemen om jezelf klaar te maken, in beweging te komen voor de eerste houding van vandaag. En als je ligt, maak jezelf wat wakker. Zet de voeten op de mat, breng je knieën naar één kant en help jezelf omhoog om te komen zitten. En dan gaan we beginnen met de kindhouding. Eventueel, als je het prettig vindt voor je knieën, kun je altijd je dekentje gebruiken om daar de knieën op te plaatsen. We gaan naar de open kindhouding. Dus je mag de knieën wijd zetten op de mat. Voeten komen naar elkaar toe en eventueel pak je een kussen of een bolster. Plaats je die onder je billen als je niet helemaal naar beneden kunt komen. En dan mag je de handen op de mat zetten en naar voren lopen. En jezelf richting de mat brengen. Onderarmen op de mat. Misschien plaats je je hoofd op de mat. Komt je voorhoofd op een blok of op een kussen. En kijk hoeveel je kunt ontspannen in deze houding. We blijven hier voor 4 minuten. In deze kindhouding. En vind je adem, zoals je net de les begonnen bent. Het volgen van de adem, hoe deze natuurlijk in en uit beweegt. Ontspanning in het voorhoofd, in het gezicht en de kaken. De schouders.
bekkengebied en de voeten. Deze houding kan je helpen om aan te komen in je lichaam, nog iets dieper te landen in dit moment. Dit veilige haventje voor jezelf. Waar je alleen maar hoeft te zijn en te zakken in dit moment. Als je op enig moment voelt dat je wilt bewegen, is dat altijd welkom om het aan te passen als het nodig is. En dan kom je weer terug in de stilte van deze houding. Merk op wat er gebeurt met je gedachten. Kun je hier blijven bij je adem? Als je merkt dat je wat meegenomen wordt door gedachten, ideeën, kom dan rustig terug bij je adem. De helft van deze 4 minuten. Nog 2 minuten hier. En kijk of je nog iets meer kunt ontspannen. Als je zo in- en uitademt, kun je misschien het hele lichaam voelen. De inademing voelen waar er nog wat spanning zit. Wat naartoe ademen, de ruimte geven om de uitademing loslaten richting de mat. Kun je bewust zijn van wat er gebeurt op dit moment in je lichaam. Zonder oordeel observeren wat er aanwezig is. Het enige wat je hoeft te doen als je merkt dat er wat spanning is. Is er naartoe ademen, de ruimte geven. En op de uitademing langzaam loslaten. En dan mag je hier rustig de laatste 2 diepe in- en uitademingen vinden in deze houding. En om uit de houding te komen, help je jezelf wat terug omhoog. Het hoofd komt omhoog. Kom je terug op je handen, wandel je jezelf rustig terug te komen zitten. Haal eventueel bolster of kussen onder je billen vandaan. En help jezelf te komen zitten met de benen voor je. Kijk of je de benen lang kunt maken. En het moment kunt komen zitten in een zittende rebound. Om heel even na te voelen wat deze eerste houding voor je gedaan heeft. Kun je voelen wat voor energie er weer stroomt in je benen. Schouders ontspannen, vriendelijk in het gezicht. Rustig laten we deze korte rebound weer los. Dan gaan we naar de volgende houding. En daarvoor blijven we zitten. We gaan zo meteen naar een lichte vooroverbuiging. Dus als je een dekentje hebt, kan het helpen om je dekentje wat op te vouwen. Op je dekentje of op je kussen te komen zitten als je dat hebt. En jezelf dan net zo'n beetje af te rollen, zodat je je bekken makkelijk kunt kantelen. Dan houden we het rechterbeen lang. En het linkerbeen
vouwen in als een vlindervleugel naar de zijkant. De linkervoet aan de binnenkant van de rechterbovenbeen. Eventueel gebruik je een blok om je linkerknie te ondersteunen wanneer dat nodig is. Voel hoe je zitbotten goed in de mat zitten. De rug is mooi lang en recht. Alsof er een touwtje aan je kruin zit, wat je mooi in één lijn houdt. Dan mag je je linkerhand naast je plaatsen en de linkeroor richting de linkerschouder brengen. Dan gaan we naar een gentle stretch van de nek. En voel maar hoe dit voelt. En eerst kom je iets dieper, buig je wat aan de linkerkant. En de rechterhand vind je een plek achter je of voor je waarbij je nog iets meer intensiteit kunt voelen in de nek. We gaan naar ongeveer 50% van wat prettig voelt in de sensatie in de nek. Gentle neck stretch. We blijven hier voor 2 minuten. Om zo gentle, zachtjes de nek wat te stretchen. En voel maar of je misschien wat naar beneden wil kijken om de stretch wat meer te maken. Daar waar jij het voelt. Of naar boven. Zit het meer in de achterkant of aan de voorkant van je nek. Je keelgebied. Als je jouw plekje gevonden hebt, blijf je daar rustig. Maak de blik zacht of sluit de ogen. Blijf moeiteloos doorademen. In de borst en de buik en de schouders aan ontspannen. De kaken ontspannen. Probeer met elke ademronde ruimte te maken op de inademing. En spanning los te laten op de uitademing. Vind er nog 1 diepe in- en uitademing hier. Waarna jezelf weer op een zachte manier terughelpt. Omhoog, zittend, rechtop. Geef je nek even de tijd om rustig omhoog te komen. Terug uit de houding, de armen weer naar voren te brengen. Heel even na te voelen. Hoe de linkerschouder voelt en de rechterschouder, je nek. Zie de zijkant van het hoofd en het gezicht. En dan gaan we daar vandaan door naar de 2e onderdeel van deze houding. En dat is de vooroverbuiging. Dus we houden de voeten, de benen waar ze zijn. Misschien dat je heel even de spanning uit de tenen haalt. Zorg dat de voeten ontspannen zijn, de benen ontspannen zijn. En dan mag je je hart richting je rechterbeen brengen. En eventueel neem je je bolster of je kussen mee als je dat nodig hebt. Dan mag je jezelf op de uitademing naar voren wandelen. En in de natuurlijke kromming van je rug, de ruggengraat, kom je naar voren. In een vooroverbuiging. En kijk maar wat je hier prettig vindt. Misschien vind je het fijn om de handen onder de kuit te brengen. En je op die manier wat te stabiliseren en het hoofd zwaar te maken richting je knie. En misschien gebruik je een bolster of een kussen om jezelf te ondersteunen. En het hoofd te ondersteunen in deze houding. We blijven hier voor 4 minuten. Vind jouw houding, ontspan. Richting de mat. Span de schouders en de armen. Zak dieper in de adem. Observeer hier wat er voor jou aan intentie in het lichaam aanwezig is. Intensiviteit van de stretch.
inspanning of ontspanning die je kunt waarnemen. Misschien de temperatuur. Verschillende delen van het lichaam. Kijk hoe je deze yin practice zo volledig mogelijk kunt ervaren. Mindfulness voor elk klein dingetje wat je kunt ervaren. Je bewustzijn kunt vergroten. Body awareness. Full body awareness. Ontspan dat wat je niet nodig hebt om in deze houding te blijven. Laat de zwaartekracht je helpen dieper te zakken in deze vooroverbuiging. Span. Neem waar wat er aanwezig is, halverwege deze 4 minuten. En op elk moment dat je voelt dat je uit de houding wil komen of je wil iets veranderen omdat het prettiger voelt, neem die ruimte. Luister naar wat je lichaam te vertellen heeft en pas aan waar nodig. Laatste momenten hier. Laatste moment om los te laten in deze houding. Bewust. En dan je adem terug te vinden voor de laatste 2 diepe, bewuste in- en uitademingen. Om uit de houding te komen, mag je jezelf handje voor handje terug omhoog helpen. Werveltje voor werveltje op elkaar stapelen. Het hoofd komt als laatste omhoog. Misschien help je zelfs het hoofd even met je hand op het voorhoofd. Om ook de nek rustig terug te brengen naar neutrale houding. En dan mag je je linkerbeen terug helpen naar voren. Of je even wat wil bewegen. Als je even de benen uit wil schudden. Zorg dat je dan goed zit op je dekentje of op de mat. En dan gaan we naar de andere kant. Dit keer blijft het linkerbeen lang. En buigen we de rechter knie. Brengen we de rechter voet aan de binnenkant van het linkerbeen. En eventueel ondersteunen we de rechter knie met het blok. Mag je de rechterhand naast je zetten. En dan brengen we de rechter oor naar de rechter schouder. Nek stretch, gentle stretch. En voel maar, misschien is dit al genoeg voor jou. In die 50% edge of comfort. Daar waar je kan blijven en toch de sensatie voelt. En misschien kom je iets dieper, buig je wat dieper. En vind je met de linkerarm een plek waar je de arm neer kan leggen achter je of voor je. Om meer stretch te ervaren. Waar nodig. Breng de neus naar beneden of kijk omhoog of blijf in het midden. 2 minuten dat we hier zijn.
Ontspan de schouders, de kaken, verzachting in de blik. Misschien zijn de ogen gesloten. Blijf aanwezig bij de stretch in je nek. Kun je je loslaten aan spanning. Halverwege deze 2 minuten. Hou veel vast in de nek en de schouders. Dragen veel lasten met ons mee hier. Fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Dus geef je nek wat liefde om los te laten hier in deze houding. Adem en ontspan. Mag je de laatste diepe in- en uitademing vinden aan deze kant van de nekstretch. En dan help je jezelf weer rustig terug. Nou, een rechtop zittende houding geeft de nek even de tijd om weer in het midden aan te komen. Heel even na te voelen. En dan gaan we over naar de vooroverbuiging. Dus neem eventueel je kussen mee, bolster. Dat wat je bij je hebt. Om aan deze kant van de houding je vooroverbuiging te vinden. Voel de zitbotten goed in de mat. En op de uitademing wandel je zelf naar voren. Voel de natuurlijke kromming van je ruggengraat. En misschien dat je de handen onder de onderbenen brengt. En jezelf op die manier stabiliseert en het hoofd laat hangen. En de zwaarte van het hoofd gebruikt in de houding. En als je het prettiger vindt om je hoofd te ondersteunen, de nek te ondersteunen, vind je je bolster of je kussen. En breng je hoofd ter ondersteuning op je torentje, de nek rustig te ondersteunen. 4 minuten blijven we hier. Kies je optie. Neem echt de tijd om je goede optie te vinden. Daar mag je in landen, in zakken. Ontspannen in de schouders. Het hoofd is zwaar. Ontspanning in het voorhoofd en de kaken. Het bekkengebied. En de voetzolen. Vind je adem. Moeiteloos in en uit. En de bewustzijn op alle sensaties die hier in je lichaam aanwezig zijn. Inspanning en ontspanning. Stretch. Die je misschien kunt ervaren. Temperatuur in of op het lichaam. Verzacht en bewust bent en luistert hoe dieper je kunt zakken in je lichaam en in je geest. Halverwege deze 4 minuten. Voel maar waar je misschien nog wat spanning vast aan het houden bent. Schouders en voeten. Zitbotten. Adem naartoe. Geef het ruimte. En op de uitademing verzacht je het. Laat je de spanning wat wegsmelten. Adem en ontspan. In volle bewustzijn.
in je lichaam, in je gedachten. Waar je dan nu bent, als je wat afgedwaald bent in gedachten, kom terug bij je adem. En vind hier de laatste twee diepe in- en uitademingen. Bewust. In- en uit. Na je laatste uitademing, op de volgende inademing, mag je jezelf terughelpen. Wandel jezelf terug. Werveltje voor werveltje, stapel jezelf op elkaar. Het hoofd komt als laatste omhoog. En misschien dat je nog even je voorhoofd helpt met je hand om de nek zachtjes terug te brengen naar neutraal. En pas als je weer helemaal rechtop zit, kun je je rechterbeen met de handen terughelpen lang. En voel of je even wat wil bewegen, wat uit wil schudden. Om jezelf vervolgens helemaal lang op de mat te vinden, liggend op de mat voor een rebound. En kijk of je helemaal plat kunt komen liggen op de mat. En als het niet prettig voelt, kun je altijd de voeten wijd op de mat zetten en de knieën naar elkaar toe laten vallen. Om de onderrug weer wat platter neer te leggen. En een moment te nemen om na te voelen in deze houding. Neutraliteit in het lichaam. Voelen hoe alles weer stroomt. Sensaties die hier aanwezig zijn. Ontspannen in de adem. De rebound helpen we het lichaam terug te komen naar neutraal. Al het bindweefsel weer terug te brengen naar neutraal. Zo de stress los te laten. En weer een nieuwe cel aanmaak te activeren. Laatste diepe in- en uitademing hier. En dan mag je lekker blijven liggen op je rug. Zet je de voeten in de mat. En misschien dat je even je billen optilt en zorgt dat je weer goed je hele rug goed op de mat legt van je zitbotten, je stuitje tot aan je achterhoofd. En dan mag je de knieën optrekken richting de borst. En de knieën wat openen richting de oksels. En dan gaan we op zoek naar happy baby houding. Voel maar of je je voeten laag wil houden. Misschien de handen over de knieën heen slaat. Op die manier de knieën wat dichter naar de oksels brengt. Of eventueel de voeten omhoog brengt. De buitenkant van de voeten beetpakt. En op die manier de benen wat meer richting de mat brengt. En de hele rug in de mat drukt. En als het niet lukt om de rug in de mat te drukken, kun je altijd je dekentje pakken. Deze onder je schouders leggen. Of als je billen wat omhoog komen, onder je billen. En dan kan het wat makkelijker zijn om in de houding te komen. Vind je adem. Dit is het tijd voor jou. Deze laatste houding, voordat we naar de eindontspanning gaan. Om te voelen wat je nodig hebt. Misschien wil je wat bewegen. De rug wat masseren op de mat. De
tenen even wiebelen. Misschien blijf je in stilte. Komen de voeten wat lager. Sluit de ogen en wees bewust van wat er in je lichaam aanwezig is en wat er nu nodig is. Misschien voel je wel dat je wat wil bewegen, misschien niet. Misschien laat je de armen ontspannen, laat je de armen los. En als je wat aan het bewegen bent, de rug op masseert van links naar rechts. Voel wat er hier gebeurt. En als je in stilte bent, zak je met elke uitademing dieper in de mat. Laat je los richting de aarde. Voetzolen zijn ontspannen, schouders ontspannen. Nek- en keelgebied zijn zacht en ontspannen. Alle spiertjes in het gezicht zijn vriendelijk. Zien ze een kleine lach op je mond. Vriendelijkheid naar je lichaam en naar je gedachten. Nog 2 minuutjes in deze houding. En als je een tijdje stil bent geweest en je voelt dat je wil bewegen, beweeg je of andersom. En als dat genoeg is geweest, kom je lekker uit de houding. Breng je de benen terug naar beneden. En anders blijf je hier nog voor ongeveer 1 minuutje in de happy baby. In zo'n schuldige, blije houding. Voetjes in de lucht. Ontspanning in het lichaam. En rustig vind je hier je laatste 2 diepe in- en uitademingen. En dan mag je de benen terugbrengen naar beneden richting de mat. Haal even een dekentje onder je vandaan. En dan mag je je eindontspanning houding vinden. Het kan helemaal lang zijn op de mat. Eventueel bolster onder je knieën. Dekentje over je heen. En als je een oogkussentje hebt, lekker op je oogjes om helemaal te kunnen ontspannen. En als je liever op je zij ligt of op je buik, kies je optie. Dus kom lekker liggen. Jouw moment, de laatste minuten, om volledig in ontspanning aanwezig te zijn. En als je niet aanwezig wil zijn, je wil helemaal loslaten, zakken in de integratie, zonder bewustzijn, is dat ook helemaal welkom. Dus voel wat je nodig hebt, wat je fijn vindt om alles nog bewust even te voelen. Sensaties op het lichaam, in het lichaam. Of je laat het allemaal los. En zakt in de diepe stilte van de eindontspanning van de Shavasana.
Sarasvati Namah Om Om Mahim Sarasvati Sarasvati Namah Om Namah Om Sarasvati Namah Sarasvati Namah Om Mahim Sarasvati Namah Om Sarasvati Sarasvati Namah Om. Rustig. Mag je jezelf weer terughelpen tijdens de eindontspanning. Terug bij je adem en je lichaam. Weer diep in te ademen door de neus en uit door de mond, de diepe zucht. Voordat je begint bij lichte bewegingjes in vingers en tenen, handen en voeten, hoofd en nek. En in je eigen tempo kom je rustig terug. In een wat meer wakkere staat van zijn, rek je jezelf nog even uit of breng je de knieën naar de borst. Een korte massage van de rug. Een dikke knuffel aan jezelf voordat je de knieën weer loslaat. Misschien nog even op je zij komt liggen. Om daar, net zoals we begonnen zijn in de les, nog een kort moment te voelen hoe het nu met je gaat. Deze korte practice, dit moment van yin. Hoe ging je in de practice en hoe voel je je nu? Met dat bewustzijn mag je jezelf rustig terughelpen naar een zittende houding. Handen voor het hart brengen. Jezelf te bedanken dat je deze tijd voor jezelf genomen hebt. En weet, zelfzorg creëert zelfliefde. Dus deze korte momenten zijn heel belangrijk voor jezelf. Al is het maar 5 minuten per dag. Om even te zijn met wat er is. Jezelf wat zachtheid, compassie en aandacht te schenken. En ik wil jullie danken dat jullie hier waren vandaag. Namaste, Satnam.